Het aantal bezoekers in het centrum van Nijmegen neemt af en er wordt minder uitgegeven. De waardering voor de binnenstad is een 7,5. De werkgelegenheid is in het centrum sinds 2016 toegenomen naar meer dan 13.500 mensen. Dit komt voornamelijk vanwege de horeca. Het aantal horecazaken is tussen 2013 en 2016 gegroeid. Er komen steeds meer bezoekers uit het buitenland. Het grootste deel van de binnenstadbezoekers komen uit Nijmegen en uit de regio. Bewoners van de appartementen in de Dokstraat schrikken keer op keer. Omdat de bouw nog lang niet klaar is en er ook nog geen ondergrondse containers zijn, moeten bewoners hun huisvuil in een provisorisch aangelegd hok neergooien. Voor ongedierte is dit natuurlijk een speeltuin. Op Facebook circuleren foto's van grote ratten die door de zakken heen lopen. In een reactie aan de bewoners laat het daar weten dat over 5 maanden de containers geplaatst worden. Nu de temperaturen steeds meer omhoog gaan, zullen de problemen alleen maar groter worden. De bewoners van de Dokstraat hopen dat de DAR met een voorlopig afdoende oplossing komt.